Maar kom naar de stad Finnis, daar zitten de mensen van het geluid. Die vanuit Hunnen en de Leeuwen hier vandaag in de rust van Alkmaar komt, omdat ze daar voor fantastisch geluid bij Peters. Doe een stapje opzij en als ze dan wel gaat die auto alvast maar rijden. Zit er iemand in? Oh ja, er zit iemand in. Dat gaat goed. Zo ja, rijden dan met die auto. En als de bel klinkt, ja, kom maar. Rustig aan. Rustig aan, zo ja. Zakjes aan. Zakjes aan, zo. Zakjes aan. Rustig door de bocht. Rustig door de bocht. Ik kan van... En de rondemissen, die staan ook al klaar voor. Die zijn... Oh, gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurt. Even kijken wat er allemaal gebeurt. De eerste plaats, handjes aan het sturen voor nummer 13, dat is Mats de Groot. Nummer 5 is Lars van der Noord, die is de tweede plaats. De derde plaats, Aaron van Vught, nummer 19. Hartstikke mooi gedaan. We hebben hier nummer 18 binnen. Dat is niemand minder dan Björn Kant. Het gezelschap van Rick Pruijs. Ik zie ook binnenkomen Kas Poppelaars, goed gereden. Brent de Groot binnen, allemaal veilig binnen. Goed gedaan. Goed gedaan. Wat zijn jullie dan terug? Wat zijn jullie snel terug, zeg? Dikke bandenrace, als de bel klinkt, gaan we er rustig aan beginnen. Johan, ik zou zeggen, geef er maar rustig aan. Rustig starten, rustig aan starten. Rustig aan door die eerste bocht. Rustig door de eerste bocht, zometeen. Zo, stel me goed uit. Ziet er allemaal goed uit. Mooie bocht. En gaan voor twee rondjes. Met één ronde dan, één rondje. Oh, die Elena Poppelaars, die kijkt een beetje boos naar mij. Die zegt nog een rondje. Ja, dat hadden we afgesproken. We gaan eens kijken wat hier gebeurt met de Zet Verschoor. Zet Verschoor heeft een grote versnelling gestoken. Zo gaat het gebeuren. Elena Poppelaars, goed gedaan. Goed gedaan, Elena. We gaan eens kijken wie hier nog meer door gaat komen. Tweede plaats is voor Jetse Dallen. Dan zie ik hier voorbij komen Lars Prins. Lars Prins, goed gedaan. Mooi sprint tussen Sander van der Dijen. Ik zelf ook van Step Rosa. Kijken wie jullie allemaal aan de start hebben. Dat zijn Daniel Hak, Joël Vonk en Matthias Dallen. Dat zijn de mannen die zo meteen in een mooi gevecht met drieën eraan gaan beginnen. Dat is de bel. Ja, dat is de bel. Dan mogen jullie eraan gaan beginnen. Zo! We zijn al 1, 2 en 3. We hebben al 5. 3 klasbakken onderweg. Rabobank, dikke bandenreis. 3. Matthias Dahl neemt afstand van de rest op dit moment. Matthias Dahl, en dit zijn de mannen die misschien wel op de tweede en de derde plaats moeten gaan rijden. Goed bezig, Matthias, goed gedaan. Goed gereden. Eerste plaats. Voor Dahl, dan gaan we de sprint krijgen tussen Joël en Daniel. En ik zie dat daar ook de juiste steentjes op de juiste plaats komen te liggen. Want de tweede plaats in de wedstrijd, hoor, en dat is nog een paar metertjes allemaal, is voor Daniel. Derde wordt Joël Vonk. En dan hebben we de Rabobank die gebanden heeft gehad. En dan ga ik iedereen uitnodigen. We gaan eens even kijken. De rondewissers zijn er klaar voor. De Rabobank dikke banderes. Derde plaats is voor Aaron van Vught. Aaron op de derde plaats. Ga er maar eens op staan. Zo ja. Aaron, kus jij al vrouwen? Kus je al meisjes? Nee. Nee, nee. Oh, dan mag jij nog niet kussen. Tweede plaats, Lars van Noord. Lars van Noord. Oh, dat is Lars. Die is toe. Eerst op het podium staan. Lars, eerst op het podium. Zo ja. En dan krijg je een medaille. Lars, ook nog geen kussen? Ook nog niet. Dan gaan we eens kijken wat de winnaar bij deze categorie allemaal gaat doen. Want winnaars moeten eigenlijk altijd 3 kusjes krijgen van de rondemis. Dat is een beetje verplicht. Dat staat zo in de reglementen. Dus we gaan kijken of dat wel goed kan komen. Aart Torkum komt er nummer 1. Mats de Groot! Hier is Mats. Oh, dat is een grote vent. Kijk eens aan. Mats, kom eens aan. Goud voor jou. Felicitaties. Ja, hij zegt die kussen, die kom ik straks wel halen bij de rondemis. Komt er allemaal goed. Applaus. 1, 2, 3. Mats de Groot. Ja, nog één keer zwaaien naar het publiek dan met Mats, met Lars en met Aaron. Goed gedaan! Zo ja, dan mogen jullie naar beneden komen. En dan gaan we naar de derde plaats in de wedstrijd in de tweede categorie, de 9 en de 10-jarige. Derde plaats op het podium gaat komen, Lars Prins! Derde plaats, dat is een mooie bronzen plak. De felicitaties. Goed zo. Tweede plaats is voor Jesse Dallen. Hier is Jesse. Jesse vond het ook spannend. Ook goed gereden. Dat is een zilveren medaille. Goed zo.
eerste plaats is voor een fantastische vrouw. Waar ik nu al een beetje fan van ben. Ik ga zo meteen Koos Moerenhout bellen van de Rabo Liftploeg. Dat er volgend jaar een contract klaar moet liggen voor Elena Poppelaars. Elena met de bolletjes panel van de Tour de France. Met de mooie Rabo Liftpunten nu. Is ze de winnares? Heeft ze allemaal verslagen. 1, 2, 3. Elena Poppelaars, Jesse Dalm en Lars Prins. Zwaar nog even. Zwaar nog even iedereen. En blijven staan. Even blijven staan. De winning pakte de derde plaats in die categorie 11 en 12 jarige is voor Joël Vonk. Dat is Joël. Hier komt jouw bronzen vlak, Joël. Joël, handen bij en drie kussen. Drie kussen? Nee. Daniel Hak is het geval op de tweede plaats. Daniel Hak. Kijk. Ja. Daniel. Oh. Een zilveren medaille. En nu ga ik even hier naartoe. Nu ga ik even hier naartoe. Want ik ga de nummer 1 Matthias Dalm hier naartoe halen. Waar is Matthias? Waar is die? Hier op het podium. Matthias, ik ga met jou eens afspreken. Als je een hele echte nummer 1 bent, dan krijg je altijd drie kussen van de ronde is. Vind jij er één? Vind je er wel één? Hoe gaan we dat niet doen dan? Dat dacht ik al. Ik doe een stapje opzij. En we gaan een applaus geven aan de nummer 1 aan de mannen Dalm. Matthias Dalm! En als het wel klinkt, dan mogen jullie er als categorie A rustig aan gaan beginnen. Zo ja. Oho. En die. Hallo, de B's die gaan nu pas vertrekken. Hallo, alle B's die meegeschoten zijn bij de A's, die hebben zometeen al een probleempje. We gaan de zaken gewoon terug bij elkaar brengen, komt helemaal goed. Ook voor de mannen die ooit de marathon door die mini rijden. De categorie die na juni van start gegaan is. Dus de B's laten zich nu zakken. Gaat u dat niet doen, dan is het al een heel moeilijk pact waar u in terecht gekomen bent. Dus de B's die in deze groep zaten, die voorbij kwamen, laten zich per direct zakken naar de B's. Maar ik denk dat het allemaal al goed gekomen is als ik zo meteen hier de passage zie. Gaat proberen weg te komen. Zie je de demarrage ook van Gover Tukker. Tukker die. Dat is de enige die we nu met een batterijspoor. Het is onrustig bij de beest op dit moment. We gaan bellen voor de premies. Drie premies bij terugkeer. Zalmkerk en Rabobank Altena. Vanavond zal je vandoor doorgaan. Schaamte van het huis. Komt er eens achteruit, joh. Hé, er gebeurt wat achter de schermen. Staat erop. Ik heb hem hoor. Op vooruit gaat, op achteruit. Het is altijd leuk zo'n plaatje. Martin
Nederbinnen, Almkerk in Jordi Haring uit Ralfeek. Met de beest Arjan van de Noord uit Hedel, Cornelis van Breugel uit Giessen en Art van Dalen uit Appel. Dit zijn de mannen in de tegenaanval. Dit is nog 45 seconden. 45 seconden. Voor de beest. Vrijdings van Cornelis Groep Binnenkendam. Hobby fietsspeciaal uit Sleewijk. Ik nog voor Arjan van Oort, Cornelis van Breugel en Aart van Dalen. We gaan kijken naar de race, nu gaan we winnen van een mooie sprint. Mooie sprint en een mooie rechte lijn. Mooie rechte lijn. Fantastische race. Van de Noord, Boer, Van Breugel en Van Breda. Alle A's die knallen door. Alle A's knallen door. Rechte lijn sprinten. Rechte lijn, mannen. Rechte lijn, rechte lijn. Mooi, mooi, mooi. Goed gedaan. Mooie sprint gewonnen door Walter van Putten. Zo snel mogelijk het parcours vrijmaken. Zo snel mogelijk het parcours vrijmaken. 1x1100 meter. Tim Bruggen, Tom Boy, Martin Ederveen en Jordi Haring. Het zijn de mannen die nu de bel over de laatste ronde. Laatste rondje. Vier of gaan ze nog dichterbij komen? Uit de klep geschoten bij Haring. Oh, Shinogi, alles had hij hem gepakt. Oh, we gaan die klem zetten. Goed gereden. Tim Bruggen. Ja, wat een verrassing. Dat is drie. Van drie naar twee. Uit Almkerk. Hij heeft veel fans meegebracht. Tweede plaats is voor Martin Nederveen. Martin, bril even afzetten. Bril even af. Zo ja, kunnen we jou goed aankijken. En kun je goed naar de mis kijken. Ja. Lieve kussen voor jou. Goed gedaan. Martin, veel fans bij? Ja, ik heb ze nog niet gehoord. Ik heb ze nog niet gehoord. Goed gedaan. We gaan naar de eerste plaats in de categorie A. Uit Woudrichem komt hier Tim Bruggen. Rap en dondersteen, die Tim Bruggen, man van cycloteam.com. Drie mooie kussen. Felicitaties. Er gaan de missen links en rechts er even bij staan. Oh! Zo, hey Martin, jij hebt een streepje voor hè, bij de missen. Dat heb ik al in de gaten. 1, 2 en 3 applaus voor Tim Bruggen, voor Martin Ederveen en Tom Mooi. Ik ga de bel en dan gaan we er gewoon rustig aan beginnen. Dus Valkijk. Bepaald. Mooi lang lekker niet te zeggen dat tempo over de kist. Die er uit de regio, dus voor degene die de meeste malen als eerste over de streep komt. 3, 2 en 1 punt met terugkeer voor 3 ronde klassement. Dan betekent dat hij de derde plaats pakt in dat drie ronde klassement. Wat is er met Thijs Beetsma aan de hand? Vraagt zich iedereen in Almkerk af. Hij is... Dat was gewoon nog een beetje oorlog tussen senior en junior.
Klein breukje in de peloton, terwijl de 18 ronden nog te rijden. 18 toeren. Oh. Ik kan eens een verhaaltje vertellen. Ja, het is goed. Ja. Ja, het is fantastisch. Hè. We treffen het weer, mooi weer. Dus volgend jaar maar weer, denk ik. Ja, ja. Ja. Mooi, hè? Ja, was weer op zo, hè? Miss Hendrik, wat ben je aan het maken? Nou, wat denkt hij? Denkt hij zelf? Gebakken kalkoen. Ja, die, dat is mijn vadermiddag. Even wachten. Pizza's, hè? Ja. Maar kan die zien, valt nog tegen. Maar, ja, dan moet nog komen, joh. Dadelijk als de motoren komen, dan wordt het wel drukker. Groepje zijn, dan zijn ze weg. En je moet het om laten roepen? Ja, dat hoeft niet eens. Nee? Staat wel op Facebook. Zelf verkoopt zichzelf. Ja, ik ben er niet mee gekomen. Ja? Ja, dat moet ik even meer, hè? Helemaal goed, hoor, John. Zit er wel een kap van hem? Ja. Nee, is hier in de fruitbom, zo. Met een mooie kop, dus ik probeer te formeren. Haha, wordt omgestreden hoor. Wordt omgestreden achterkamp in het gezelschap van Nick Morijn. Dat zijn de eerste twee premies en de rest wordt een beetje aan elkaar gereden nu. Tom is op haar kliefieven, houden we ons goed in de gaten. Er nog 14 ronden te rijden. Proberen weg te komen. Laatste rondje, wat een versnelling van de Kijfbeest. De rest kunnen we overgaan, maar rechte sprint, rechte lijn van beneden plaats van wedstrijd, rechte lijn, hoi hoi, heel goed, heel goed die sprint, jongen, jongen, de fiets kraakt er allemaal om, bij Marijn van Pijn. Alles is binnen, alles komt binnen, alles veilig over de streep, gaan we alles in gereedheid brengen voor de ceremonie. De lust van Almgerk volgend jaar weer op het programma, het slotakkoord is voor het publiek in Almgerk voor 1, 2, voor Niels Immerzeel, voor Ivo de Bruisenaar, ja, klappen, en Stefan Lorijsen. Goed gedaan. Rustig aan, laat het niet te heet worden. Daar gaat hij, hè? Yes. Zes. Yes. Thank you.
keer dat ik al hij is dan jammer dat jou toe daar eigenlijk. Dan was hij terug. Nummer 93 komt in op over de 4. De vlag gaat omhoog. Als eerste over de finish Arie Vastman. Vervolgens de nummer 27, Jan Stuur en de nummer... Ja, en in de strijd om de zesde plek wint Arjan van Kuik hier van Leen Verzee. Want de volgende wedstrijd was al over voor de zesde plek. Ziet het er waar op? Gaat die af? Ja, dankjewel. Vier man op een poeg, dat is het eigenlijk. Fijn dat we ons er wel uit kijken. Ja, met nummer 7 rijdt er ook de jongste deelnemer van vandaag mee, dat kunnen we denk ik wel stellen. Op een motor van een gepaste formaat. Arjan van Kuik heeft er een biertje bij genomen. Heel meis. De ronde wordt afgevlakt. Ludieke Ron Arjan heeft zijn bier al op zijn hekel onderweg. Tijdens de prijsvergelijking is straks bij de baan. De baan staat bij de binnenstraal door. Daar is straks de prijsuitreiking van de poegreis. De Challenge of Almkerk is ook een spelavond met verschillende teams tegen elkaar gaan strijden. Om de winst natuurlijk. Het is er niet. Het bestaat uit uithoudingsvermogen, kracht en tactiek. Ik ben benieuwd. Geconcentreerd wordt gekeken aan de vlag. Dan gaan ze de vlag. Ja, als eerste over de streep nummer 21, Twan Donders. Maar ik begreep dat Twan niet helemaal mee mag doen met het klassement, omdat hij net kiept. Dames en heren, wint hier voor de tweede maal de manche. En is dus de nummer 1 in het klassement. En Anthony Sonnega met een hele mooie tweede plek. Als derde finish. Nu staat er klaar met de vlag. 76-7 finale. Dan gaan we. Michel de
77 heeft dadelijk nog een ronde te gaan. Maar... We beginnen met de nummer 3. Op nummer 3 is geëindigd de rug nummer 5, Wilco Quest. Dames en heren, applaus voor Wilco. Uiteindelijk is Anthony Sonnega tweede geworden. Anthony. Dat is een schitterend plaatje. Wat die is u bron in de buurt, man? Of, Erik, voordat je wegloopt. Kom, Erik, kom graag weer terug. Op de derde plaats bij de 70e zege eindigt Erik van der Meijden.